Dag kinderen, goeiemorgen is het. Hier weer Sport in de Klas met Jochem Uitdagen. En ja, we gaan zo dadelijk in gesprek met Terrence Peters. Maar ik wil heel graag even wat laten zien. Dit was afgelopen weekend. Hier is Terrence Peters in de absolute slotfase. Maar je houdt hem tegen. Maar Peters uit de moeilijke hoek ramt hem binnen. Hoppakee! 6-3 voor Kamp op een weergaloze wedstrijd. Genieten geblazen op de klapperboom. Ja, dat was afgelopen weekend. Tegen Rotterdam maakte hij geweldige doelpunten. En komend weekend speelt hij met het Nederlandse elftal tegen Duitsland. 2 keer in het Wageningenstadion in Amsterdam. En zoals jullie misschien wel kunnen snappen, is natuurlijk vanwege corona moeten alle sporters in een bubbel. En in die bubbel, daar zit op het ogenblik ook Terrence Peters. En je ziet hem hier, ja, hij heeft zijn oranje shirt al, heeft hij al aan. Maar laten we eens even kijken of Terrence er is. Terrence! Kan jij ons horen? Ik hoor jullie, goedemorgen. Goedemorgen, waar ben jij op het ogenblik? Ik ben in mijn hotelkamer in Amsterdam. Ja. We hebben dit weekend de wedstrijd tegen Duitsland met Nederlands elftal. En vanwege corona moeten wij geïsoleerd in een bubbel zitten. Dus iedereen zit in, de hele dag op zijn eigen kamer en zo min mogelijk contact met anderen. Ja. Heel duidelijk. Er eentje in de kamer. Ja, dat lijkt me best wel saai, of niet? Hoe vermaak je je? Ik studeer een beetje, ik kijk series. Af en toe kunnen we naar buiten als we training hebben. Dat zijn wel de leukste momenten op een dag. Ja. Of als we eten. Dus voor de rest, ja, het is een beetje saai. Ik lees een boek. Ja. Dat is het. Ja. Ik krijg ook meteen nog een vraag van groep 787. Wat is je leukste ervaring bij Oranje? Dat is misschien wel een mooie vraag die hierop aansluit. Wat is tot nu toe je leukste ervaring bij Oranje, het Nederlands team? Ja, mijn leukste ervaring, ja, veel. Ja, we hebben altijd. Ik denk dat mijn leukste ervaring is geweest. Vaak in januari maakten we een trip naar het buitenland. Ja. En toen zijn we een keer naar Australië geweest. Wauw. In een heel vet dorpje, in appartementen. Normaal zit je in een hotel, maar toen kozen we voor appartementen. Ja. Zaten met 4 op een kamer en dan moesten we zelf ons eten verzorgen, zelf koken, zelf lunchen, zelf boodschappen doen ook. En dat vond je heel leuk? Echt ook leuk. Wat zeg je? En dat vond je heel leuk? Ja, ik zeg, dat vond ik wel leuk, omdat we het een keer zelf moesten regelen. Ja. En toen had je echt het gevoel dat je huisgenoten was met teamgenoten. Dus ja. Dat is een trip die ons allemaal heel erg is bijgebleven. Leuk, dat is goed om te horen, want ik kan me voorstellen dat heel veel sporters ook vaak juist luxe in een hotel zitten, maar juist op dit soort momenten is dus de gezelligheid ook heel mooi om dat mee te krijgen. Zeker. Heel goed. Ja. Hey, ik krijg een aantal vragen binnen, die hebben te maken met eigenlijk van hoe oud je was toen je met hockey begon, maar ook de vraag van hoe ben je met hockey begonnen? Dus op welke leeftijd en hoe ben je gaan hockeyen? Hoe is dat bij jou terechtgekomen? Ja, ik was 6 toen ik begon. En eigenlijk begon ik met hockey omdat mijn zus ook op hockey zat. Ja. Zelf wilde ik vroeger altijd heel graag voetballen. Alleen voor mijn ouders was het lekker makkelijk als de 2 kinderen op dezelfde sportvereniging zaten. Dus die zeiden tegen mij, ga jij ook lekker hockeyen? Ja. Dus eerst bouwde ik heel erg, want ik wilde heel graag voetballen. Maar uiteindelijk vond ik hockey hartstikke leuk. En doe ik het nog steeds met heel veel plezier. Ja. En dat is hockey. Ik vind het een hele mooie sport. Dat gaat heel snel. Je hebt in het afgelopen jaar bij Jeugdjournaal iets over jouw hockey mogen vertellen. Wat was dat? Want ik zat te kijken. Waar ging dat over bij het Jeugdjournaal? Ja, vorig jaar heb ik voor Jeugdjournaal hebben een stukje gemaakt. Ik heb me daarvoor had ik me in een interview in de Volkskrant uitgesproken over racisme. Ja. Dat ik in mijn leven te maken heb gehad met racisme en ook binnen de hockeysport. Ja. Ik heb dat gedaan omdat ik mensen inzicht wilde geven en bewustzijn wilde creëren. En op een gegeven moment kreeg ik de vraag vanuit Jeugdjournaal om daar ook een stukje over te maken. Om wat jonger publiek te bereiken. Wat die jongere kinderen. En daar heb ik toen met Jeugdjournaal een goed gesprek over gehad en daar heb ik daarover verteld. En ik denk dat is een stukje geworden waar ik heel blij mee ben en ik hoop heel veel kinderen wat van konden leren. Ja, oh, heel goed. Want het is in het hockey, je hebt een andere huidskleur, is niet standaard. We noemen dat een blankere sport, maar was dat wat waarop je dat gevoel had van racisme? Het traditionele beeld, ouderwetse traditionele beeld denk ik van de hockeysport is dat het een
ja, elitaire sport is. Mensen zeggen wel eens het is een kakkersport. Wordt het een sport voor mensen met meer geld, voor rijkere mensen. Ja, ja. Precies. Exact. Nou, in mijn ogen is dat absoluut niet zo, maar als dat nog wel eens zo gezien wordt, dan had ik wel eens te maken dat mensen dus het raar vonden of er raar tegenaan keken als ik ook een boekje zat. Omdat ze... Lijkt me heel vervelend. Lijkt me heel naar. Klopt, dat was naar. Maar ergens is het niet zo dat ik daar dan heel boos om kon worden of zo. Ik vond het gewoon meer vervelend. Ja. En ik hoopte dus door middel van dat interview, om eens, als mensen dan weten dat het dus vervelend overkomt, om daar rekening mee te houden. Of om in te zien dat het helemaal niet raar hoeft te zijn. Zeg maar. Nou, heel goed. Ik vind terecht dat je dat opmerkt. Iedereen moet gewoon kunnen hockeyen. Klaar. Precies. Want het is superleuk. Ja. Het is een superleuke sport. En we krijgen een vraag van de Nultatuli school, groep 6. Deed je vroeger ook nog andere sporten? Je zei al iets over voetbal, maar... Klopt, nou kijk, toen ik klein was, toen was ik natuurlijk gewoon op straat aan het voetballen. En bij gym doe je allerlei sporten, weet je wel. Dus ik hield altijd al van sport. Ik heb nooit op een andere teamsport gezeten. Wel heb ik vroeger op breakdance heel lang gezeten nog. Dus 3 of 4 jaar of zo. Oh, gaaf. Toen ik klein was, ja. Dat vond ik ook heel gaaf natuurlijk. Leuk. Doe je dat nu ook nog wel eens? Nee. Dat heb ik, op een gegeven moment ben ik gestopt omdat mijn breakdance les op donderdag was. Ja. Donderdag had ik ook een hockeytraining, dus dan moest ik een keuze maken. Ja. En die was voor mij wel heel snel gemaakt, dat ik op een hockey bleef. Oké. Okay. Hey, ik krijg ook best wel wat vragen van de kinderen. Hoe vaak moet je trainen? Dat is ook eigenlijk wel, hoe vaak per week train jij? Nou, dat verschilt een beetje. Soms de ene periode is wat drukker, de andere periode is wat rustiger. Ja. Maar vandaag, of deze week hebben we een drukke periode. Dan trainen wij elke dag. En dan eigenlijk soms ook vaak ook 2 keer op een dag. Dus ik denk dat we deze week, even kijken, 6, 7, 8 keer hebben getraind. En dan hebben we zaterdag zondag een wedstrijd. Dat is veel. 10 hockeymomenten in een week. Ja, dat is echt heel veel. Ja. Dat is heel veel. En doe je dan nog andere dingen dan alleen hockey als training? Daarnaast studeer ik. Ik studeer fysiotherapie. En dat vind ik hartstikke leuk. Want ik vind het ook fijn om... Ja, ik ben heel veel met sport bezig. Maar ergens vind ik het ook fijn om... om ergens anders ook mijn gedachten naartoe te laten gaan. En me op te focussen. Ja. Dus dat gaat langzaam. Ik heb weinig tijd. Maar ik vind het wel heel leuk. Heel goed. Ik krijg een hele leuke vraag binnen. Heb je bijgeloof voor de wedstrijden? Heb je ik wil niet weten. Je wilt niet weten? Nou, de kinderen willen het wel weten, Terrence. Kom maar op. Ik kan wel laten zien. Laat zien. Hij gaat dus nu even kijken. De sponsors staan zelfs op de billen, zie ik. Hij gaat iets pakken. Je hebt hem bijgelopen. Nou, je dit is pakt mijn hoekje. Ja. Dit is mijn hoekje. Kijk of jullie het goed kunnen zien. Ja, ik zal hem even groter maken. En zoals je ziet, heb ik hierboven een ander gripje. Ja. En ik ben hier heel bijgelovig mee. Dat ik hem altijd op dezelfde manier erop zet. Ja. En als ik een slechte wedstrijd speel, dan is hij ook de volgende ochtend meteen eraf. Dus mijn bijgeloof is altijd dat ik in ieder geval mijn grip de schuld geef. Ja. Dat als ik slecht speel, dat hij dan meteen eraf moet. En verder heb ik bijgeloof dingetjes als dat ik op dezelfde plek in de line-up wil staan. Of dat ik mezelf de inspelmaatje een beetje vaste routines heb. Ja. Dat vind ik heel fijn om erin te houden. Nou, dan krijg ik ook... De vraag van groep 8 van de Nutsschool uit Bezuidenhout. Wat is je beste maatje uit het Nederlands elftal? Of wie is je beste maatje? Ik heb veel goede maatjes. Ik denk niet dat ik één beste maatje heb. Dat is moeilijk kiezen, hè? Ja, dat is lastig om te zeggen. Maar ik heb wel één iemand. Daar speel ik al mee sinds ik 12 ben. En die ken ik al sinds ik echt broekje zit. Maar hij is 1 jaar jonger dan ik. Ja. Gelijk op dezelfde club ook. Hoe oud ben je nu? 24, ja. En dat is Jonas de Geus. Daar speel ik al eigenlijk vanaf dat ik hockey zat op dezelfde vereniging. En gaan we heel goed met elkaar om. Dus het is wel bijzonder dat we met z'n tweeën in Nederland zelf zitten. Ik krijg ook een leuke vraag. Hoe vaak heb je al gescoord van OBS de Koningsspeel, groep 5? Hoe vaak heb je al gescoord? Afgelopen weekend tegen Rotterdam sowieso. Maar... Afgelopen weekend tegen Rotterdam. Ik heb dit seizoen 7 keer gescoord. Ja. Bij Kampong. 7 keer bij Kampong, dat is jouw clubteam. Zeg je? Kampong is jouw clubteam, waar je bij de club speelt. Ja. Ja. En bij het Nederlands elftal? 4. 4 keer. Wat is jouw positie? Dat was ook nog een vraag die ik voorbij zag komen. Ik sta in de spits. Je staat in de spits, oké.
Ja, dus dat dus je moet de doelpunt ook verzorgen. Dat is jouw taak om doelpunten te maken. Ja. Ja. Oh, dit vind ik nog een hele leuke. Ook voor groep A van de Nutschool. Heb je ooit een blunder gemaakt die je met ons wilt delen? Ach, ja. Toen ik, voordat ik bij Campus speelde, speelde ik de Almere. Ja. En toen hadden we een hele belangrijke wedstrijd uit tegen HDM. Dat was een team uit Den Haag, een concurrent van ons. Ja. En de wedstrijd ging heel goed en we stonden 5-3 voor. En in de laatste minuut hadden we een aanval en iemand speelde de keeper uit en legde hem opzij. Ja. En ik wilde hem duiken, wilde ik hem binnenglijden, omdat het zeg maar... Het was het laatste moment, ik wilde alle energie erin gooien. En ik was al zo bezig met het juichen van het doorglijden naar het binnentikken, dat ik de bal gewoon naast tikte. Ja. Maar in mijn enthousiasme schilderde ik nog ja van ik heb gescoord. Dus het was heel gênant om al te juichen voordat je hebt gescoord en dan nog te missen ook. Ja, dat is wel... daar kunnen we met sportpsychologen wel over gaan praten, waar je gedachten zit. Dat zullen we nu niet doen. Wijze les. Ja, dat wijze les om nooit meer te doen. Gewoon eerst doen wat je moet doen, scoren en dan pas juichen. First things first. Eerste dingen eerst doen. Hey, we gaan richting de afronding. Als jij... Als hockeyer, heb jij een leuk trucje, iets wat kinderen kunnen oefenen? Om een beetje het gevoel van hockey te krijgen? Ik heb helaas geen bal bij me. Ja. Maar wat ik altijd zou zeggen tegen hockeyers, is dat ze het altijd met plezier moeten doen en lekker veel moeten oefenen. Ja. En als het kan, ga lekker oefenen met hoog houden of de bal heen en weer halen. Ja. En probeer daar zoveel mogelijk gevoel in te krijgen. Okay. Wat ik vroeger deed is, of met een zachte tennisbal in de woonkamer bijvoorbeeld, gewoon van links naar rechts halen en dat lekker oefenen. En dan zal je zien dat het al heel snel beter gaat op het veld. Heel goed. We gaan naar de laatste vraag en die vind ik ontzettend leuk. En ik denk dat we dat met alle kinderen tegelijk moeten doen. Dus ik wil eigenlijk even vragen aan de juffrouw en meesters om in ieder geval de kinderen ook voor klaar te maken. Dus ik denk dat de kinderen even mogen gaan staan. Maar de vraag is van het ankergroep 6, kan je voordoen hoe jij... Terrence een doelpunt viert. En dan stel ik voor dat we met alle kinderen en ik ook dat we even meedoen. Kan je dat even laten zien? Hoe doe jij dat? Hoe ik een doelpunt? Ja, en ga maar door je kamer heen, dat maakt niet uit. Met je hockeystick in je hand natuurlijk, hè. Want dat, ik heb hem in mijn hand hier. Ja, goed zo. Als ik een doelpunt scoor, doe ik meestal mijn armen uit elkaar. Ja. En dan ga ik gewoon rennen. Oké, nou laten we dat even doen. Je hebt gescoord. Pats. Ja, even rennen kinderen, even rennen. Ja, dat willen we even doen. Even bewegen. Wauw, dat is een mooi doelpunt. En ik voel me ook helemaal, ik voel me ook gewoon energie krijgen, Terrence. Dat je blij wordt van scoren, toch? Ja, zeker. Ik moet altijd lachen ook als ik score. Ik word heel gelukkig. Ja. Dus een heel mooi moment altijd. Ja, superman. Hey, ik wil jou namens alle kinderen ontzettend veel succes wensen komend weekend tegen Duitsland. En wij hopen jou gewoon heel vaak zo rond te zien lopen dat je aan het juichen bent. Dan gaan wij met de kinderen allemaal nadoen. Dankjewel en nou ja, wellicht tot de volgende keer. Is goed. Hoi hoi. Dag Terrence. Hoi. Ja kinderen, dit was weer de Sporter in de Klas. In dit geval met Terrence Pieters. En ja, wij gaan over 2 weken weer verder met Sporter in de Klas op 18 maart. Welke sport er dan komt, dat is nog even een verrassing. Maar voor de juffen en meesters en ook natuurlijk voor jullie kinderen... Vanaf morgen, ja, de verkiezingen komen eraan, hebben wij een verkiezingsspecial. En als je nou zegt, ik wil wat meer over de politiek weten, dan kan je vanaf morgen, vrijdag 5 maart en de hele komende week tot en met 12 maart, elke schooldag kun je een aantal online gastlessen gaan volgen. Of kan je een interview met een politicus door mij horen. Dus als je dat leuk vindt, nou, dan kunnen we dat mogen jullie dat tegen de juffen en meesters zeggen. En wellicht zie ik je dan morgen of volgende week ook nog. Voor nu, dankjewel en tot ziens. Goedjes, doeg!